Mijn beste vriend, ik heb je de vorige video gezegd dat de kerk zich is gaan bemoeien met de politiek met het recht. En zo rommelen wij alsmaar door. We hebben ook een bisschop gehad die zich bemoeid heeft met de politiek tijdens het bewind van Desirano Boutersen. En na een tweede periode is hij opgedonderd met zijn hand in zijn broekwand. Dat bleek dat hij een of andere smerig ding had uitgehaald. En daar is, dat kon natuurlijk die president ook niet verkroppen. Wat er is gebeurd is dat hij de laan is uitgestuurd en ja, dan krijg je dit soort lastige dingen. Hè? De man was de man die met profetieën kwam. Maar met geen profetische toestanden. Hij ziet vliegtuigen komen met investeerders. Leugen beest was het. Hij ziet, mensen moeten niet aan yoga doen in Suriname, want dat is slecht. En leugen beest was het. Beste vrienden, en zo heb je weer een aantal andere bisschop die bemoeit zich zodanig met politiek dat hij zijn schijnheilige mond die, laat hij los over de samenleving, wordt gerespecteerd en in ere gebracht door de president, man. Hè? Beste vrienden, laten we elkaar eens zeggen. Elke keer wanneer er een nieuw kabinet wordt samengesteld, worden de delen van het kabinet gezegend en worden vergezeld door geen geestelijk leider of een dominee, pastoor, een priester, een bandiet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Beste vrienden, zo gauw die figuur, wie het ook mag zijn, zijn benen heeft gelegd, beginnen die gasten met stelen. En daardoor komt het dat je natuurlijk, als je 2 jaar in de politiek bent, al bezitter bent van perceel en huis en van alles, een grote auto rijdt en dergelijke toestanden. Beste vrienden, zussen vervoeren. Daarom moet u, hoeft u, moet ik zeggen, daarom hoeft u geen overdreven respect te hebben voor hoge ambtsdragers, ministers en dergelijke. Beste vrienden, zussen vervoeren. Ja? Broer, wanneer je dat respect opbrengt voor ze en je gaat kijken wat ze doen, dan wil je het niet geloven. Je moet je handen gebruiken om je gezicht te bedekken. Dat voelt gevaarlijk. En die verdienen dus geen respect. En die hele samenleving van ons, die is doordrenkt met dit soort figuren. Hè? Wij spelen allemaal heiligen. En uno heilig niks. If mi taki, if mi karwan, wan do taki, wan vieze woord, word ik direct op het matje geroepen, bij wijze van spreken. En ik zeg van, luister, dat moet je niet meer doen, man. Normaal kan niet, man. Weet je wel, wij luisteren, maar we moeten weten, dat ding, ik benoem het, zij doen het. De mensen buiten doen het. Allemaal, weet je wel. Dus, de virus dat, dan priester, hoor aan vrouw Fouba Khadjari, dan een voorganger, Abdri Meid, dan kunnen we het? Kan het bisdom ons niet vertellen? Die lijst, de RK-bisdom kan ons niet vertellen. Die lijst van kinderen die misbruikt zijn door de RK-kerk. Want er zijn veel kinderen die gewoon geboeld worden. Hè? Jongens die worden geboeld, meisjes die worden verkracht en zo. Maar je hoort dit niet, hè? Want dit meid was een geheim. Maar zelf de paus heeft toegegeven dat, hé jongens, u moet dat ding niet zo doen, man. Uno, daar staat zomaar, want human carry. In Amerika zijn er een aantal opgepakt. Anderen zijn zelf uit het ambt gestapt. Omdat de man vindt dat, wel, wat is het probleem? Ze renden te veel achter hun tolly. En dat ding bracht allerlei problemen voor die tolly. Dus dat ding, ja, wat moet je op een gegeven moment doen? Dan moet je het ambt verlaten en dan ga je gewoon playboy spelen. Waarom voor dat, beste vrienden? Met name in Amerika. Efficiëntie, ding, rijkdommen voor de apostelen. Naar een geweldige predikant. Je wil het niet weten. En die mensen leven in armoede. Dat is dus vergelijkbaar met de politiek, want hier in Suriname rijden ze van die gigantische grote auto's, ze wonen in grote huizen en
Tegelijkertijd pinaart het volk. Hé, we hebben net opslag gekregen, maar al die hoge ambtsdragers, inclusief Santokki, hebben een geweldige opslag gekregen. Het gaat een van deze dagen in. Man, beste vrienden. Dus, maar vertel me, hoe kan jij in een land waar de mensen praktisch niet te eten hebben, opslag krijgen en opslag geven aan degenen die toch al in het voordeel zijn? Maar ik weet het niet, kijk, dat zijn dingen die gebeuren. Ik meld ze. U hebt ze gelezen, u weet het en u weet ook dat het waar is. Dus dat ding is gewoon zoals het is. Maar luister, we gaan niet moeilijk doen hoor. Want er zijn dingen die gebeuren en we moeten die dingen aan u vertellen, zodanig dat ze worden opgenomen en vastgezet voor levenslang. Levenslang worden dit soort video's opgeslagen. Er kan niks mee gebeuren. Ze zijn overal verspreid in de hele wereld. Dit tang knapoe. Zodat u en uw kinderen vooral en de kinderen van uw kinderen, kunnen weten en kunnen lezen dat er iemand was die die dingen gewoon zei. En die verbindingen maakte die zij later zullen herkennen. Omdat zij, ongeacht wat er gebeurde, slachtoffer zijn van het land. Wat zij zullen moeten gaan besturen en wat op dit ogenblik van hun geleend is, maar wat verkwanseld wordt door dezegene. Beste vrienden, Jeroen, Tokki op zelf, president Tokki op zichzelf, heeft één grote fout gemaakt. En die fout die hij gemaakt heeft, is friends and family, maar dat weet u al. Er is nog een fout en die fout is niet alleen op zijn Turkse naam. Die fout is op naam van elke politieke partij. Paramaribo groet u, ik kom straks weer terug. Devi rustig, ja. Devi rustig, we gaan het hebben over de sponsors van de politiek straks. Devi rustig, Paramaribo groet.